vandaag ben ik hier met een nieuwe video. Oké, ja. Eigenlijk, ik moet jullie iets vertellen. Er is deze week iets heel erg gebeurd. En ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Oké, ja. Nee, fuck dat gewoon. Er is eigenlijk niks erg gebeurd. Mijn hand is kapot. Allee, kapot. Niet gebroken of zo. Maar ja. Ik vertel jullie hoe dat is gebeurd. Dus ja, let's go. En we gaan kijken hoe dat gebeurt. Oké, we zullen starten van in het begin. Oh, wacht even. Sinds wanneer is het weer zo hard veranderd? Oké, ja, nee, zo ga ik niet naar buiten. Oké, ja, even mijn marginaalste kleren aangetrokken. Dus ja, we zijn klaar om naar buiten te gaan. We zullen starten van in het begin. Ik wandelde dus naar de brug. Deze brug dus, met andere woorden. Hier is alles gebeurd. Maar wacht even. Ik ga jullie nog laten zien wat ervoor is gebeurd. Eventjes herinneringen ophalen. Kijk gewoon. Ik had zoveel leuke momenten samen met deze brug. Echt waar. Maar ja, nu terug naar real life. Oké? Ik ging dus gewoon doodleuk terug naar de brug. Want het was al een tijdje geleden dat ik haar had gezien. En ja, van het een kwam de ander. Ik omhelsde haar. Ik genoot ervan en ja, sorry, ik heb nogal een rare manier van graag zien, denk ik. Want ja, de brug, ja, ze genoot er gewoon van, legt u erbij neer. En ik ook, dus ja, maakt niet uit. Maar ja, het afscheid kwam en ik moest terug naar huis. Maar dan gebeurde plots iets erg. Het bloed spoot echt letterlijk naar alle kanten. Oké, ja, fuck you, deze is gewoon wat overdreven. Auw! Ja, het deed eigenlijk gewoon echt gewoon pijn. Meer niet. That really hurt! Maar ik dacht, daar laat ik het niet bij. Ik ga eerst even mijn hand laten verzorgen, maar dan kom ik terug. En ik kwam terug. En beter dan ooit. En ja, ik was er helemaal klaar voor. En daar gaat de paal. En ja! Nog! En slaan! Ik kan het! Oké, ja, fuck you. Deze is gewoon echt overdreven. Neem het echt gewoon echt niet te serieus, oké? Maar toch, hij bloedt. En dat was mijn doel. Dat verband, dat is niet voor de show of zo. Dat is gewoon voor wat extra druk te geven, zodat dat niet de hele tijd blijft bloeien. Want ja, het heeft effectief veel gebloeid, maar niet zo erg als daarjuist, snap je? Dus ja, vond je deze video leuk? Geef dan zeker een likeje. Bent je nieuw en wilt je meer van mijn video's zien? Abonneer dan even hieronder. Doe dat zeker. Wilt je mij nog op andere dingen volgen? Ik heb Twitter, Instagram, Snapchat. Op die drie dingen kun je mij ook altijd volgen. Dan zeg ik, allee, ja, dag, bye. Joehoe!